ziet. We zitten midden in de verbouwing van de binnenkant van Villa Ockenburg. Dat moet in juni klaar zijn. Dus hier komt een opleidingsrestaurant voor mensen om weer terug te klimmen op de arbeidsmarkt. 2 juni moet het klaar zijn. Wat gebeurt er met de kas? De kas, ze hebben altijd gezegd, krijgt een educatiever karakter. Er is hier een horecavergunning. De hoofdhorecavergunning komt op Villa Ockenburg. Hier komt het restaurant. De kas gaat een tweede belangrijke rol spelen. En daar zal meer een educatief karakter komen. Het podium blijft daarin. Daar zullen al dit soort leuke 5 voor 12 dingen plaats kunnen vinden. De optredens die hier al heel veel plaatsvinden. Maar daar moet ook een kopje koffie en een wijntje geschonken kunnen worden. Dus daar gaan we het nog met de gemeente over hebben. Oké. Het blijft nog steeds een burgerinitiatief, Villa Ockenburg? Zeker. Villa Ockenburg, de reddingsplan voor Villa Ockenburg is natuurlijk vanuit de buurt gekomen. Daar hebben mensen hier in Ockenrode een grote rol in gespeeld. Het CDA, de Haagse Startspartij. En daarna hebben wij als burgers een plan geschreven om buitenplaatsen Ockenburg, waar Villa Ockenburg op staat, te redden op basis van allemaal een stukje meedoen. Okay. Dus de een brengt hout, de ander brengt zijn tijd, de ander brengt zijn geld. En met elkaar zorgen we dat het voor elkaar komt. En dan krijg je een prachtig evenementenprogramma met 50 evenementen per jaar. Krijg je mensen die met hun hele hart en ziel in de moestuin werken en hem zelf hebben aangelegd en onderhouden. Het participatieverhaal is natuurlijk ook dat iedereen die wat geld heeft of een appelboom, perenboom kan adopteren. Of een zaal, of een balk in het plafond, of een traptreden, of een raam. Want geld blijft nog steeds heel hard nodig. Zeker. Hoe kunnen mensen financieel bijdragen aan dit project? Mensen kunnen financieel bijdragen door naar onze website te gaan, buitenplaatsockenburg.nl. Daar staan onderin alle banners hoe je een appelboom of een perenboom kunt adopteren. Hoe je een raam of een traptreden of een balk in het plafond kunt adopteren. Want we komen eigenlijk nog €300.000 tekort. De rest van de 1,6,5 miljoen hebben we allemaal gekregen aan donaties, fondsgelden en wat subsidie. En het is een heel bijzonder voorbeeld van hoe je iets bijzonders kan doen in je buurt. Dankjewel. Graag gedaan.